Ik ben Sam, ik ben 21 jaar oud en momenteel zit ik in het tweede jaar van de Academie voor Muziekeducatie. En mijn hoofdvak is zang. Ik ben Bram Aantjes, ik ben 22 jaar, ik zit in AME 2 en mijn hoofdvak is zang, zo zeg ik bijna verkeerd. Mijn hoofdvak is zang. Amateurkunst is enorm aan het ontwikkelen. Er zijn heel veel koren, orkesten, bandjes. En wat je ook ziet is dat kunst een hele belangrijke rol speelt om in te zetten eigenlijk als middel om een maatschappelijke impact te creëren. En wij vonden het curriculum zoals het er in het verleden uitzag eigenlijk veel te veel gericht op die binnenschoolse context. En wilde ook de studenten de mogelijkheid geven om te verkennen van hé, maar wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik in dat hele brede werkveld, wat voor impact wil ik daarin maken, welke profilering kies ik. En we zijn dus eigenlijk gestart met een volledige nieuwe visie op onderwijs, maar ook op toetsing. Ja, en het is een vrijere manier van onderwijs. Dus het is ook echt verbonden met de beroepspraktijk, veel meer dan voorheen. Dus je werkt met opdrachtgevers die een opdracht geven en werkt voor partners die daarbij willen aansluiten. Dus het is echt, je doet het met z'n allen. De samenwerking die komt eigenlijk voort uit de wens van beide instituten, als ik ze zo mag noemen, om met partners dingen samen te doen. Om dingen te doen die te maken hebben met maatschappelijke betrokkenheid. Met het samengevoel van maatschappij, kunsten, jong, oud, professional, amateur, etc. etc. De opdrachtgever Brabant Koor heeft de compositie A Child of Our Time uitgekozen van Michael Tippett als thema voor dit Reflections project. Wat er eigenlijk in dat gehele project gebeurt, is dat A Child of Our Time de inspiratiebron is voor hetgeen er ontwikkeld, uitgevoerd gaat worden in dit hele project. Tippett, A Child of Our Time, meteen toen de Tweede Wereldoorlog begon, is hij 3 dagen daarna is hij begonnen met dit stuk te componeren. En dat gaat over ook over oorlog, maar het gaat over onderdrukking van mensen, over machtsmisbruik, over als minderwaardig beschouwen van andere groepen binnen de mensheid. Ja, wij werken vanuit beroepsuitdagingen. Ze hebben er 3 per jaar eigenlijk. Dit is beroepsuitdaging 5, dit is de tweede beroepsuitdaging in leerjaar 2. En die beroepsuitdaging is weer onderverdeeld in meerdere periodes. Dus we starten met een urgentieweek. En in die week geven wij ze als docent of als opleiding een opdracht, waardoor de studenten eigenlijk meteen helemaal aangaan. Dus ze worden meteen in het diepe gegooid en gaan aan de slag met het stuk, in dit geval van Michael Tippett. Dan volgt fase 1 na die eerste week, dat noemen we fase 1. Dan krijgen ze heel veel input vanuit experts, vanuit onze eigen experts, dus vakdidactiek en onderwijskunde. Maar ook vanuit externe experts komen er allerlei inspiratiesessies om ze en op het onderwerp te laten verdiepen. En om ideeën op te doen voor hun stages die ze vervolgens in fase 2 gaan lopen. En die fases zijn even lang, ongeveer 6 weken. Dus 2 keer 6 weken. En dan wordt het afgesloten met een showcase. En in die showcase daar komen alle dingen die ze geleerd hebben, dus alle bewijsstukken komen aan bod. En dan sluiten ze het project af en dan tonen ze al hun leerdoelen of leeruitkomsten aan. Oké, BU 5, urgentieweek, nieuwe start en met als thema Reflections on Our Time. Het is een drieluik, hè, er zitten 3 grote performances in. Eerst is het theaterproject op 11 maart en het is ook meteen het startpunt van jullie stage. Met die leerlingen werken jullie toe naar een interdisciplinair event in 013. En dan hebben we als sluitstuk van dit drieluik het oratorium, A Child of Our Time. De organisatie daarvan is Brabant Koor. De deelnemers zijn Brabant Koor, Camerata Zuid en studenten van AMPA. En jullie zijn daar met name als publiek aanwezig. En elementen uit het theaterproject plus het
interdisciplinaire event komen ook hier weer in terug. Nobody knows the troubles I see, Lord. Nobody knows the troubles I see. Nobody knows the trouble I see, Lord. Nobody knows like Jesus. Aan het begin van deze periode hebben we, of ja, beroepsuitdaging, zijn we begonnen met een urgentieweek. Ja, daar krijg je in zo'n week gewoon een opdracht en die moet je met z'n allen gaan doen. Dus we moesten 2 koorstukken voorbereiden. Ja, het waren best lastige stukken. Moesten wij in 2 dagen ingestudeerd hebben met de hele klas. Met echt als doel om urgentie te kweken. Zo van, oh ja, de nieuwe BU is weer begonnen, we moeten weer aan de slag. Super tof en dat hebben we met z'n allen in 2 dagen hebben we geknald en uren achter elkaar gerepeteerd wat we normaal eigenlijk niet zouden doen. Want dan zeg je nou een uurtje of 2 waarvan jongens het is genoeg geweest voor vandaag, morgen gaan we verder. Maar nu moest het in 2 dagen dus ja, dan is iedereen ook wel gemotiveerd van kom we moeten het nu samen doen. Dus dat was eigenlijk wel echt heel erg leuk. 3, 4. Nobody knows the troubles I see. De weken daarna krijg je heel veel input, maar het komt wel allemaal vanuit ons. Dus wij willen iets weten of iets doen en dan kunnen we dat bij de docent wegleggen. En dan gaan we dat ook doen. Bijvoorbeeld met een sessie van Niel of Peter hebben we een poplied, wat dan voor de doelgroep zeg maar, wat de doelgroep aantrekt. Dus we hadden bijvoorbeeld Shivers van Ed Sheeran. En dan gaan we dan bij Peter bedenken hoe we daar dan een les voor bij kunnen bedenken die we dan zouden kunnen geven aan de doelgroep. En bij Neil gaan we dan echt zelf het stuk uitvoeren, dus op instrumenten spelen. Bijvoorbeeld zulke dingen kunnen we dan zelf aangeven wat we willen doen. Dat zijn dan expertsessies. Dan hebben we ook inspiratiesessies en in die sessies komen mensen, organisaties ons iets vertellen waar wij dan inspiratie van krijgen om dan iets mee te gaan doen. Zo bijvoorbeeld een inspiratiesessie van Cynthia Martens en zij heeft zelf ook deze opleiding gedaan. Zij heeft daar afstudeerstage gedaan in Lesbos en daar kwam zij over vertellen en wat ze daar allemaal voor heeft gedaan. En, ja, hoe dat allemaal is gelopen. En ze hadden bijvoorbeeld over traumasensitieve lesmethodes. En dat sprak mij dan bijvoorbeeld heel erg aan, omdat ik ook met een doelgroep ga werken die misschien wel iets hebben meegemaakt wat ook een, waardoor ze ook een trauma hebben. Thinking together as children over our time. De ideeën voor vanavond. Nou, op de ene kant proberen we een klein beetje over het werk zelf te reflecteren, over de titel Child of Our Time. Kind van onze tijd. En we kijken daarna wat dat allemaal kan betekenen voor hoe wij eigenlijk tegenwoordig nadenken over ons als kunstenaars, als onderwijzers, makers, in relatie tot de samenleving. Nou, goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Dit is de Theaterweek. Deze week gaan we vol bak aan de slag om komende vrijdag 2 mooie voorstellingen weg te gaan zetten. Vandaag is dan de eerste dag van de Theaterweek die de derdejaars zal organiseren. Dat is een project waar eigenlijk heel de opleiding aan meedoet. De derdejaars die hebben altijd de leiding in de Theaterweek. En de eerste en de tweedejaars en de vierdejaars die spelen mee in de theatervoorstelling. Ik heb een acteerrol, ik heb nog nooit geacteerd, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik speel de moeder van Julia. Ik ben Lieke en ik regisseer de Theaterweek. Ja, we hebben eigenlijk
als basis Child of Our Time, het stuk van Michael Tippett. En eigenlijk heb ik met de derdejaars heel veel gebrainstormd over de thema's die daarin zitten. Wat wij er uiteindelijk uithaalden was dat we heel erg in verschillende bubbels leven. Waar de een heel erg deze waarheid heeft en de ander heel erg die waarheid. En dat we eigenlijk niet meer echt naar elkaar luisteren wat er eigenlijk gezegd wordt. Toen moest ik heel sterk eigenlijk aan Romeo en Julia denken. Lieve Paris. En loop maar naar hem toe een beetje. Mijn dochter is nog maar jong. Laat haar nog 2 zomers rijpen. Dan is zij oud genoeg om te trouwen. En ben ik oud genoeg om haar los te laten. We gaan eigenlijk 3 dagen... In 3 dagen gaan we het hele stuk in elkaar gaan we repeteren. De muziek wordt in 3 dagen gerepeteerd. En dan hebben we donderdag om eigenlijk alles samen te brengen. En dan gaan we echt dan maken we het af. Gaan we een doorloop doen en dan vrijdag spelen we in Eindhoven. Stand up, take my people with me. Ik heb wel geteld 1 zin. Wel een leuke zin, want ik ben bode 2. En omdat ik in quarantaine zat, zijn Romeo en Julia dood. Dus dat is op zich wel een hele kleine, maar wel heel leuke rol om te hebben. Ik heb er wel zin in. En ik zing in het koor. De theaterprojectweek, als dan vrijdag die voorstelling is, dat is voordat we starten op de stages. Overstijgend educatief product maken. De performance wordt een reflectie van jullie, maar ook van jullie leerlingen op Child of Our Time. Ik ga op het Rijks in Bergen-op-Zoom stage lopen bij de vooropleiding. Dat is wel leuk. Ik heb zelf ook op die school gezeten en ook in diezelfde vooropleiding. Dus ik zag het op het lijstje staan van stageplekken. Ik dacht van ja, daar moet ik gewoon heen. Want ik weet gewoon wat die kinderen doen. Ik begrijp waar die kinderen mee zitten. Ik ga met leerlingen werken die best wel al veel muziek maken. En ik wil ze eigenlijk uitdagen om die show helemaal zelf neer te zetten. We willen jullie eerst even snel een rondleiding geven door het gebouw. Vandaag komt de vooropleiding van het Rijks. Dat is mijn stageklas. Die komen workshops doen, die komen hier op bezoek. Rondleiding, een beetje proeven hoe de sfeer is, wat onze opleiding doet. Rapapa, 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 heel goed! Rapapa, 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 rapapa. Nou, vandaag is onze eerste stagedag. We gaan vandaag uitleggen hoe het project in elkaar zit. Een brainstormen wat we met ze willen doen en uitleg geven over A Child of Our Time en hoe het stuk in elkaar zit. Ja, en uiteindelijk dan de opdracht is dus dat ze
drie nummers gaan spelen. Eentje met de hele klas en twee in twee groepen. Op het optreden in 013 dus. En dat ze daar dan ook een achtergrondvideo bij maken. Ik ga stage lopen bij Renewed. Het is vooral jongerenwerk. We hebben vandaag eigenlijk vanavond onze eerste bijeenkomst met alle jongeren die zich hebben aangemeld die mee willen doen met ons project. Ja, we hebben een soort van kennismaking en gewoon wat opdrachtjes, want sommige jongeren kennen elkaar misschien wel, maar sommige kennen zo elkaar ook nog niet kennen, dat weten we dus ook niet precies. Dus we hebben wat van die oefeningen bedacht en een soort brainstorm om tot idee te komen voor het optreden in 013, zeg maar. Loop over een streep wanneer je wel eens hebt opgetreden voor het publiek. Ugh. Oh, iedereen is wow! We hebben dan allemaal gebrainstormd met de jongeren over wat we zouden kunnen doen. En daar kwamen eigenlijk best wel veel ideeën uit. En we hebben besloten om er één groot optreden van te maken, maar in drie delen. Dus deel 1 wordt dan het soort een beetje onvrede, zeg maar meer de problematiek die er dan is in de wereld. Dus dan zijn dan twee nummers die ISIS dan begeleidt. Dus dan doen ze daar twee nummers van die dan in elkaar overlopen. Dan krijgen we een spoken word gedeelte. Dus dat loopt dan vanuit de muziek loopt het over in spoken word. En dan loopt de spoken word weer over in twee laatste nummers. Introduce me to your family. Watch my favorite shows on your TV. Ik ben wel echt heel blij met deze stage. Want als je nu niet een juffrouw of een docent bent. En dat merk ik wel heel erg. Ik heb wel ook met hun heel veel persoonlijk contact. Ja. Maar ik ben wel geïnteresseerd of dit in vergelijking met de andere beroepsuitdagingen, of je dit bijvoorbeeld dit soort werk als coach beter vindt passen bij je persoonlijkheid, of je daar ook een beetje mee bezig bent. Ik had ook niet verwacht dat ik het echt zo leuk vond om zo voor zo'n klein groepje zo muzikaal te leiden. En dat vind ik vooral wel leuk om te merken eigenlijk aan mezelf, dat ik dat dus ook heel leuk vind. En ik had niet, dat heb ik ook al tegen Is gezegd, dat ik dacht dat ik zou zijn van, ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik daar zo kom, maar ik vind het eigenlijk wel leuk. En vooral dan, als ik dan van die filmpjes zo in mijn learning channel zet en dat Emiel en jij en Nicky dan ook echt allemaal nog zo persoonlijk naar mij toe komen van oh, echt super leuk om te zien hoe je dat doet, weet je wel. Dus dat is dan wel zo. Geeft dan ook wel weer een bevestiging van oké, dus ja, kan het wel. Best wel leuk. Ik denk dat we twee thema's hebben die met de Child of Our Time, onvrede en dan vrede. Child of Our Time is geschreven net voor de oorlog. En war is natuurlijk wat de titel al zegt, gaat over oorlog. En bij Pompeii is een zin die er heel erg nadrukkelijk uitkomt. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? En ja, er is natuurlijk in de oorlog wel alles is vernietigd. Dus als je daar komt, dan ziet het er totaal anders uit. Maar als je dan je ogen sluit, dan is het eigenlijk alsof het gewoon de oude plek is waar je ooit geleefd hebt. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me. Ik heb echt geleerd dat je deze periode als leraar niet boven je leerlingen moet staan. Je moet echt een beetje onderdeel zijn van je klas, zeker bij muziek. Zij moeten muziek maken en ik moet een beetje de coachende rol aannemen.
Wel mag ik wat strenger zijn. Laatste periode van de beroepsuitdaging. Zitten alle weken erop, dan zit een stage erop en dan zijn we klaar om alles in te gaan leveren. Dus dan hebben we een showcase week. We gaan even terugblikken en vooruitblikken ook. Leek me ook handig. In die week leveren we dus alles in waar we mee bezig zijn geweest in heel de beroepsuitdaging. Ja, je bent eigenlijk heel de periode al bezig met feedback verzamelen en dat heb je dan gevalideerd en dat is dan je bewijsmateriaal en dat lever je dan in. Dus bijvoorbeeld de lessen die ik dan heb voorbereid, die ik bijvoorbeeld ga geven bij Renewed, die heb ik voorbereid en die heb ik dan laten zien aan docenten en die hebben daar dan feedback op gegeven en dan weet ik dat ik een goede les heb om te geven en dan kan ik dat inleveren op het einde als bewijsmateriaal tijdens de showcase. Dit is ook eigenlijk de laatste sessie die ik met ze heb in BV5 en de fieldtrip zit er nu op, stage. En ze moeten een showcase inleveren. Ze moeten dus aangetonen dat alle leeruitkomsten op niveau zijn. Oké, laten we met Sam beginnen. Ik ga eerst even een holistisch oordeel. Wat voor mij gewoon heel erg fijn werkt, is dat het hangt niet meer allemaal af van één moment. Je krijgt geen toets meer op een bepaald moment en bam, dan moet je het doen. Ik kan gewoon over heel de periode laten zien waar ik aan heb gewerkt en wat mijn proces is geweest en dat ik mezelf heb ontwikkeld, zeg maar, en dat ik op het punt ben waar ik ook moet zijn. Dus dat vind ik heel fijn. En we krijgen de kans om met supergave partijen samen te werken. Echt op super toffe plekken stage te lopen. En ik denk dat dat wel heel bijzonder maakt aan deze manier van leren, wat voor mij echt heel fijn is. Ja, het is gewoon heel vrij. Het voelt voor mij echt alsof ik zelf mag weten waar ik mee bezig ben en daar ook dingen over leer. Alleen toch heb je uiteindelijk wel een volgende rugzakje om gewoon de wereld in te gaan en les te geven. En dat vind ik echt heel chill aan het werken in dit nieuwe systeem. Ik neem mee pianoles, dat was leuk. Ik gooi weg weinig tijd voor andere hobby's. Weinig tijd voor andere hobby's! Ja. Oké jongens, komt ie aan. Woe. Ik neem mee de positieve ervaring van het werken met de jongeren bij Renewed. En wat ik achterlaat in BV5 is mijn onzekerheid en het over alles nadenken. Onzekerheid!